Kijk, dit zijn de voorbereidende werkzaamheden. Ja, 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 nou. Truckland en raam is klaar. Tank hebben we afgetankt, hebben we weggezet. Oh ja, dit gaat over de generator heb je laten lopen. Ja. Route 1, route 2 plus animatie. Nou, dat heb je gisteren gedaan. Ja, maar dat is van... Van Travel Boost. Boost, ja, Boost. Wat is dat? Ja, zo heet die app. Oh, oké. Okay. Opladen alle elektronica. Je hebt alles heb opgeladen. Ja, heb ik ook gedaan. Ja. Dus dan moet ik alleen nog even mijn e-readers nakijken. Kijk, aan deze kant doen als voordat we weggaan. Ja. Voor vreters. Ja. Nou. Hallo mensen, in deze video gaan we jullie laten zien over onze voorbereidende werkzaamheden voor onze trip naar Spanje. Ons avontuur naar Spanje. En dan wil ik jullie in deze video laten zien dat we met de... Ja, wat alles wat we net opgenoemd hebben, ja, met daar de ben je bijna mee klaar. Je moet hem alleen nog ophalen. Ja. Oh ja, ja, hoorden jullie net wat? Oh ja, natuurlijk, ik heb het net al opgenomen. Ik denk, ik moet het een keer opnoemen, dat is niet zo. Oké. Je moet maar alleen nog halen en zorgen dat je zulk weer hebt als vandaag, hè? Ja. Gisteren de hele dag regen. Ongelooflijk, wat een regen. En vandaag is het kurkje droog, maar dat komt ook door de wind. Maar dat maakt niet uit. Nee. Het is altijd beter. Ik was aan het fietsen in de duin vanmorgen. En toen heb ik een heel klein stukje gefilmd over... hoe het daaronder gelopen is. Zal ik dat ertussen zetten? Ja, dan kan je dat mooi. Dan moet je er even kan tussen even zetten. Tussen zetten. Ja, jullie dat even is wel leuk. Ja. En voor de rest, nou ja, dan kijk deze video af. En aan het einde dan doen we jullie nog even groeten. Daarom. Je gaat je film toch altijd als je hem gaat ophalen. Dan kan je zien wat voor weer het is. Ja. Ja? Ja. Oké. Oké. Hoi. Kijk dan jongens, die auto en die fietsen die gaan hier net doorheen. Eens kijken, wat een water, ongelooflijk. Oh, er komt er ook weer eentje aan. En dan moeten jullie kijken, het heeft hier zo ongelooflijk geregend gisteren, de hele dag. Er is geen moment geweest dat het droog is geweest. Kijk, het is onvoorstelbaar. Helemaal te gek. Oké, Mago. Laat even zien waar we zijn. Oh ja. Kijk mensen, we zijn in Truckland Velsen. Zal ik even laten zien? Truckland Velsen. Want zoals jullie weten moest ik dus aan een nieuw raam, want het was doorgescheurd. En dat hebben ze niet hier bij Truckland Velsen gedaan. Maar dat hebben ze bij 1, 2, 3 Ruit hier in Velsen gedaan. Velsen Noord. Ja, Velsen, ja, maar dit is ook Velsen Noord. Ja, nou. Ja. En in ieder geval is het zo dat, kijk, daar staat onze knaus. En er zit een heel nieuw ruit op. Oh, zal ik even laten zien. Wel even grappig. En dat we zijn in de afwachting van één sticker nog. De milieusticker van Frankrijk. Die van Duitsland hebben we gisteren binnengekregen. Ja, maar waarom moesten we nieuwe milieustickers? Ja, omdat hij kon ze er niet afhalen. Nee, ze gingen er niet af. Want kijk, er zit een heel nieuw raam in. En hier zitten normaal onze stickers. En die zitten er nu niet op. Nee, zet hem niet hierop hoor. Ja, nee, maar dat is een kwestie van even uitzoeken. En die meneer die had geprobeerd ze eraf te halen, maar omdat het al de tweede keer was, want we hebben al eens een keer eerder een nieuw raam gehad, lukte het hem niet. En hij zegt, ja sorry, ik reed niet van elkaar. Maar goed, we hebben het in 2019. Ja, die even uit Frankrijk hebben we besteld en die was 4,61 euro. En die van Duitsland 14,95. Ja, maar ja goed, die hebben we in Nederland natuurlijk gehaald. Ja. Maar linker achterwiel. Ja, dat is nee hier, deze kant. Ja. Vertel, wat was er met het linker achterwiel? Nou ja, er werd aangegeven dat de banden niet op druk waren. Nou, jij hebt ze alle vier op 5,5 gezet en dat is goed. En toch bleef het lichtje branden. Ja, het lichtje bleef branden. En hun hebben hem uitgemeten. Linker achterwiel was een sensorstuk. Ja. Dus er moest een nieuw sensortje in. Nou, ik ben benieuwd wat het factuurtje wordt. Ja, want hij is bezig met het factuurtje. We waren al binnen, maar hij zegt, ik moet nog een factuurtje maken, maar ik moet even kijken wat het sensortje kost en zo. En ja, goed, weet je, je krijgt hier zo'n lichtje te zien in je dashboard en dat is heel irritant. En dat was dus inderdaad van de bandenspanning. En dat kon niet gereset worden, want die sensor was stuk. Oké, dus we zijn even hier naar Velsen Noord gelopen, van huis uit. En het is exact 2 kilometer. Het is te doen. Ja, het is makkelijk te doen. En dan gaan we de knaus weer naar de stalling brengen.
We gaan hem eerst vol tanken. Ja, eerst vol tanken, ja. We hebben een paar suggesties gehad dat je hem echt vol weg moet zitten. Kijk, staat hij er een week, dan gaat dat nog niet condenseren. En zeker niet met dit weer. Nee, ja, maar met dit weer denk ik juist wel. Oh, nou, maakt niet uit. We gaan hem even vol tanken. Hoeven we dat straks alvast niet te doen. Want de prijs is nou ook redelijk. Was 1,66,9 of zo. Ja, zoiets. Ja, de diesel was best wel goedkoop. Tenminste, voor deze begrippen goedkoop. Ja, nou. Oké, we gaan even. Oké, mensen, we zijn even iets aan het tanken. Kijk, hier bij, wat is het, Tink? Oh ja, Tink. Kijk, 1,64,9. Dat is interessant, jongens. We tanken hem helemaal af, dat hij dan vol is. Want ik heb dus te horen gekregen dat dat veel beter is voor je tank als die vol is, als je hem op de stalling zet. En nou is het nog maar voor 18 dagen hoor, want over 18 dagen gaan we lekker weg. Jongens, we hebben net die sensor laten vernieuwen, hè, bij die garage bij Truckland. Dus kijk, voor dat linker achterwiel, daar een sensor voor. Een sensor om je druk van je bandenspanning te meten. Wettelijk verplicht, moet erin. 389 euro, mensen. 389 euro, je gelooft het niet. Oké, nou, een bonnetje pakken. Kijk jongens, hier zit onze generator. Wij gebruiken heel af en toe, als we op reis zijn, gebruiken we de generator. En dat doen we dan omdat ik de fietsen moet opladen of dat we stroom nodig hebben. Maar dan gaan we echt helemaal ergens apart staan op een of ander industrieterrein waar niemand er last van heeft. Of aan een strandje waar niemand er last van heeft. En dan gebruiken we de generator. Maar omdat in mijn agenda staat, nou is vandaag de zondag de 17e. En daar staat in mijn agenda generator laten draaien. En dat heb ik dan elke 2 maanden staat dat in mijn agenda. En dan, iedere maand toch? Iedere maand? Ja, volgens mij wel. Oh, nou, iedere maand. En dan krijg ik die melding. En omdat we deze dus niet in de knaus laten staan als we hem in de stalling zetten, maar gewoon hier thuis. Dan zet ik hem altijd even op de bank, zet ik hem even aan en dan laat ik hem even lopen. Hij is dus nu, een maand geleden dan, is hij dan weer aangeweest. Dus ik ga hem nu weer even proberen en dan ga ik even naar buiten. Want ja, hier binnen, het zou wel kunnen binnen, maar dat vindt me gewoon niet goed. Dat maakt nogal een herrie. En dan... Hey. Zo. Voel jij even wat morretje? Heel goed. Oh, wil jij even die schuifpui dicht doen? Ja, want je kan echt het. Oké, nou jullie zien het. En dan, ja, dat zijn bepaalde handelingen die je moet doen. Dat is hier, kijk, hij staat nou op 0. Dan zet je hem naar 1. Op stand 1. Dit is de choke. Die zet ik aan. En dan heb je hier heb je de ontluchter van de benzinetank. En die zet je ook op on. Dan, als je daar namelijk op off laat staan, dan zuigt die vacuüm. Dus vandaar. Nou, en dan even kijken, moet ik hem even aantrekken. En dan, ik laat hem er niet op staan hoor, als ik hem aanzet, want hij trilt natuurlijk. En voor hetzelfde geld trilt hij eraf als ik even binnen ben. En dan laat ik hem 2-3 minuten even draaien. Maar ik heb ik een, kijk, hier heb ik een pomp. Zet ik hem gewoon even op de pomp zo, dan kunnen jullie het even zien. Oké, deze even opzij. Zo. Nou, dan is de kwestie van... Ongelooflijk, hè? Eén keer! Ja, dit is echt, jullie geloven het niet, maar hij is zo een super dicht. Kijk, en dan staat hij nog steeds op die, op de choke. Dan moet je man eerst even laten staan voordat hij goed gaat lopen. We gaan even naar binnen, laat ik 2 minuutjes draaien. Nou, dat is dus iets als je... Maar gewoon 1 keer. Trekkie, lopen. Wat zeg je? Ja. 1 keer. In het trekkie en even lopen. Dus ja. Ongelooflijk. Ja. Oké, nou dat was dus de generator. Die zijn we dus ook aan het voorbereiden. Zien jullie? Nou horen jullie het. Hij staat nou 4 minuten aan. Nou hoor je dus dat hij... Hij kan zijn energie niet kwijt. Dus dan zit hij gewoon vol. Nou, om hem dan te stoppen... Dat is heel makkelijk. Dan zet je gewoon het knopje naar 0. Dan stopt hij.
Die choke die is natuurlijk al terug. En dan doe ik deze weer even sluiten. En nou laat ik hem hier staan, want kijk, dit is de uitlaat. En die is natuurlijk nu heet, dus ik kan hem nu niet wegzetten. Maar het voordeel is, wij tanken, of we gebruiken altijd Aspenblauw. Dat zijn die jerrykennetjes van 5 liter. En daar zit benzine in, maar dat is dan benzine die op een of andere manier behandeld is. En die ruik je dus niet, die benzine. En het bederft nooit. Dus ook al zit het een jaar, 2, 3 jaar in een jerrycan of weet ik veel wat, je kan het altijd nog gebruiken. Nou, dat is het voordeel van Aspenblauw. Nou, je ziet het. Het werkt echt perfect, jongens. Ik ben de video aan het bewerken van onze reissource, zeg maar de voorbereiding van de reis naar Spanje, op de avontuur enzovoort. En toen had ik een route had ik van tevoren al een beetje uitgepland. Want als we eenmaal in Spanje zijn, dan gaan we gewoon, nou, we kijken wel waar we heen gaan. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Maar het moment dat we erheen rijden, dan wil ik altijd vastgestelde plekken hebben, zodat we achter elkaar door kunnen rijden. En we gaan natuurlijk met Jacob en Marion, die rijden ook tweede kerstdag aan die weg. En die hadden en ik had een route uitgepland en hij had een route uitgepland. En die route van hem, die laat ik jullie ook even zien. Maar die route van mij wil ik ook eventjes laten zien. Omdat dat eigenlijk voor mensen die snel in Spanje willen zijn. Onze eerste stop is bij Empurio Brava. Dat is net over de grens in Spanje. Is heel mooi. Schijnt een heel mooie parkeerplaats te zijn. Waar wel honderden campers kunnen staan. En dat is dan aan het water staan met strand en noem maar op. Dus dat is heel bijzonder mooi. Dus dat was onze eerste stop gepland. Let eventjes op, kijk. Hier zien jullie al de bewerking. Ik ga het er eventjes in zetten. Dan kunnen jullie het meteen goed zien. Zoals jullie kunnen zien is de eerste stop Pont a Mussol. Daar zijn we afgelopen zomer geweest. En dat vonden we zo'n leuk plaatsje. Dus ik denk, dan gaan we daar als eerste keer heen. Dat is ook de langste route meteen, want dat is 500 kilometer. Nou, onze tweede stop is dan in Chalon-sur-Saône. Dat hebben we ook hele goede herinneringen aan. Daar hebben we de Tour de France een keer gekeken. En die is 339 kilometer. Dan onze derde stop is in Sommières. En dat is eigenlijk de langste rit qua tijd. Maar niet wat kilometers. En dan uiteindelijk stoppen we in de vierde stop. En dan zijn we in Spanje in Camino de Hongaar. Nou, dit is dus uiteindelijk de route die we dus niet gaan rijden. We gaan dus die andere route rijden die Jacob gemaakt heeft. Die ga ik jullie even nu laten zien. Let op, dat zijn echt onwijs mooi heeft hij dat gedaan. Ik moet toch eens vragen hoe hij dat gedaan heeft, want ik hou wel van animaties. Kijk even. Nou, we starten dus vanuit Beverwijk vandaan. En dan gaan we over Amsterdam, Utrecht en dan houden we Breda aan. En via Breda gaan we Antwerpen, Brussel. En van Brussel langs Charleroi. En dan gaan we eigenlijk zo een beetje de grens over tot Reims, net voorbij Reims. En dat is de eerste stop, die is 200 meter vanaf een heel mooi, een heel mooie kerk, een kathedraal of zoiets. Dus dat zal me gewoon waarschijnlijk dan wel even heen willen. Nou, dat was 433 kilometer, dus dat valt mee. Nou, dan gaan we de volgende dag dus over Troyes en dan gaan we ook Auxerre doorheen. En Chamonix, nou ja goed, kijk eventjes rustig mee. Nevers, en ik ken, waarschijnlijk spreek ik het niet helemaal goed uit, Moulema. En daar is een heel leuk plekje. En het is daar, dat is maar 335 kilometer, maar dan hebben we nog steeds snelweg. Dat is het voordeel van die reis van Jacob. Je gaat namelijk veel dieper het land in, terwijl je nog lekker snelweg hebt. Kijk, bij Clermont-Ferrand. Daar krijg je dan een beetje ook nog wel een goede doorgaande weg. En dat is een kwestie van lekker doorkachelen, noem maar op enzovoort. En dan hebben we hier bij Lodeve, dat is namelijk dat plaatsje. Hij zegt, dan stoppen we daar, dan maken we een tussenstop, want daar is een tempeliersdorpje. Ik zeg, tempeliersdorpje? Hij zegt, ja, hij zegt, dat is zo leuk om te zien. Hij zegt, daar verzamelden de tempeliers zich die aan die kruistochten mee gingen doen. Dus ik denk, nou, dat vind ik echt, dat wil ik wel graag zien. Nou ja, dan in ieder geval gaan we dan richting grens. En dan, normaal gesproken gaan wij dan altijd bij Parpignan gaan we overheen. Maar kijk, nu volgen we de kustweg. En dan stoppen we hier op een plekje alvast. Kijk, en dat is ook onwijs mooi. En het voordeel is dan, dat is 207 kilometer, dat als we dan de volgende dag, de laatste dag, dat is dan op oudejaarsdag, zeg maar, naar dat plekje gaan in
Goed, daar kom ik zo weer op. Maar dan kijk, dan ga je dus langs die kustweg. Dat is heel erg, moet je zien, zie je dat? Dat is echt heel erg bergachtig, maar dat is een prachtig mooi gezicht. Ze zeggen, dat moeten jullie echt zien. Oh ja, dan komen we hier dus bij San Pera Pescador. En dat is dan Emporio Brava. Nou, goed hè? En de voorbereidingen gaan nog steeds door. Kijk, ik heb de TomTom Go Camper heb ik geüpload en helemaal vol. Ik ben bezig met de drone accu's aan het opladen. En dit zijn twee powerbanks. Die ben ik aan het opladen. Of tenminste, die worden opgeladen. Dat is de 8 en de 12. Die staat daar. Die is aan het opladen. Dat alles vol is als we weggaan. Kijk, de JBL is aan het opladen. Deze twee accu'tjes die zijn aan het opladen. En dat zijn de accu'tjes. Ik zal eventjes een lichtje aan doen. Deze twee accu'tjes die zijn nu aan het opladen. En dat zijn de accu's van, kijk, mijn grote handschoenen. Dat zijn de verwarmde handschoenen. Dat zijn eigenlijk motorhandschoenen. En dan doe je hier de accu in. En dan rondom die vingers zitten draadjes zo. En dan verwarmt het. Dus dan is de bedoeling dat ze dan geen koude handen of gewoon dode vingers krijgen. Alhoewel mijn gewoon altijd dode vingers krijgt. En dit zijn de drie accu'tjes van de drone. Ik heb er één die je er dan in doet en twee reserve voor het geval dat. En dit is het besturingssysteem van de drone. En kijk, die is ook aan het opladen. Dus eigenlijk, we zijn heel goed bezig. Want normaal gesproken dan ben ik altijd aan het fietsen nu. Want ik doe tegenwoordig elke dag fietsen. Maar kijk eens, mensen, het is zulk triest weer. Ze zeggen wel eens de donkere dagen voor kerst, maar verdomd, dat is echt zo. En de hele dag wordt er ook regen voorspeld. Je kan het je niet voorstellen. Oké. Ik heb het mandjes. We hebben altijd mandjes mee. Dit zijn die mandjes. Die heb ik uitgezocht. Alle snoertjes, draadjes, stekkertjes. CD-kaartjes. Hoe ze heten? USB-sticks. Oké. Nou, dus dan zijn we er bijna. Met het technische gedeelte zijn we bijna ook klaar. Oké, mensen. Ja, Engel is op weg naar de stalling om de knaus op te halen. Spannend. Altijd weer leuk. Kijk, mensen, even tanken. Want ik heb namelijk geleerd dat ik hem vol moet wegzetten. En zeker voor 3 maanden, dus daarom. Nou, oké. Jaar is ook weer vol. Nou, mensen, jullie zien het. Ik ben bij de knaus. Gaan we er even uitrijden en dan gaan we naar huis toe en dan gaan we een orde maken. Laat ik nog een klein stukje van zien en dan sluiten we hem thuis even af samen met mijn go. Zo, mensen, langs het kanaaldijk op weg naar huis. En dan ga ik hem eerst even wassen, want jullie willen niet weten hoe hij eruit ziet. Nou, mensen, jullie zien het. Ik ben druk bezig met inruimen. Ik moet nog even die brandblussen, die moet ik nog even op zijn plek zetten. En kijk, dit is zo'n vacuümvin die kreeg ik van Vattenfall omdat ik zo'n goede klant ben. En dan moest ik besteden, of ik moest iets punten besteden, want als ik dat niet deed, dan kwamen ze even vallen. Dus ik denk, nou kijk, hoor, als mijn ramen erg nat zijn, kan je ze zo, hup. Nou, mijn nieuwe. We zijn goed bezig. Ik ga even de spullen erin zetten verder. En dan, als mijn hoofd straks thuis is, dan gaan we eventjes afsluiten. Dan zien jullie ons als we gaan rijden. Engel had zo ongeduldig. Ik kreeg van Jacob een berichtje dat hij al aan het inruimen was. Dus Engel die stapt in de Yaris en die gaat de knaus halen vanmorgen. Hartstikke goed. Ja. Vergeet alleen de reservesleutels mee te nemen. Dus toen moest hij vanmiddag weer terug op het fietsje in de storm. Ja. Met jouw tegenwind. Zo. Ja, langs kanaal. Want ik ga niet weg zonder reservesleutels. Sprak eens in. Nee, maar dat is nee, dat kan niet. Er kan altijd wat gebeuren. Ja, ja. Dat is niet goed. En jullie hebben gezien dus dat ik bezig ben met inruimen. Morgen dan nog eventjes wat er een en ander erin. Nou. Ik kwam er niet aan toe om meer in te doen. En er zijn heel veel dingen dat je echt pas op de dag zelf dat je weggaat. Dan is dus je elektronica en zo. Dat ga ik er nou allemaal nog niet in. Nee. Ik
kledingkast zo langzaam aan, zo langzamerhand. Goed, maar ja, deze video wordt wel erg lang, dus we sluiten hem nu af. Je kan hem ook in tweeën doen, hè? Nee, dan wordt het vervelend. En dan gaan we dus vanaf tweede kerstdag, als we gaan rijden, dan ga ik weer regelmatig een video maken. Het ligt er een beetje aan hoe ik hoe het gaat, hoe het komt. En, het ligt al een beetje inruimen. Dat is, wij hebben natuurlijk de mazzel dat we hem voor de voordeur kunnen zetten. Dat is ideaal. Maar het moet wel droog zijn. Want ook al is het maar 5 meter. Als het regent, is het niet prettig dat al het nat naar binnen gaat. Nee, zeker niet. Nee, die knauw is ook zo vochtig, dus ja, is niks aan. Dus, maar goed, dan gaan jullie het verder zien, mensen. Dus we sluiten nu de video af. Zwaaien even naar de mensen. Zeggen we gedag. Tot de tweede kerstdag. Tot half 10, kwart over een. Ja, je gaat rijden. Ja. 9:30 hebben we afgesproken. Ja. En dan wel hopen op een beetje een mooi. Duimpje mensen, wordt gewaardeerd, hè? Ja. Even aanklikken als je het leuk vindt. Nou, fijne kerstdagen. Ja, een hele leuke kerstdagen gewenst. Ja, natuurlijk. Ja. Oei.